Goedemorgen. Het is 31 oktober. Een poosje geleden dat ik gefilmd heb. Ik heb gisteren geladen in Antwerpen. En ik sta nu op de grens Duitsland-Oostenrijk aan Zuben. We hebben vorige week vrijdag even een updateje gedaan aan de auto. Even een rekje erop. Dat is wel even super dik natuurlijk. Dus ja, ik ben onderweg naar Hongarije. Kijk, daar zo heb je Zuben, Linz. Dus dan gaan we naar Hongarije toe. Ben ik zelf ook nog nooit geweest, dus dat is ook wel leuk. Een keer weer wat anders. En morgen is een vrije dag, is 1 november. Dus ja, dat is een rijverbod. Dus dan morgen staan we een dagje stil. Oh, kijk. Niet de bedoeling, hè? Hop. Dus ja. Nou, dan ga ik even een beetje filmen. Welkom in Oostenrijk. Het is een beetje regenachtig. Een beetje ongezellig zo. Goed. We maken er maar wat van. Ja, het is niet zo spectaculair aan deze kant van Oostenrijk. Als je nou richting de Brenner gaat, dan is het wel wat leuker met de bergen. Maar ja, dit is allemaal een beetje dit. Een klein half uurtje voor Wels. Vanaf Passau naar Wels en dan zo richting Wenen. En dan achter Wenen gaan we aan Nikkelsdorf gaan we Hongarije. Hier houden we links aan richting Wenen. We hebben inmiddels alweer 4 uur en een kwartier gereden. Dus we gaan hier maar even af. Even een pauzetje maken. Oh. Ook lekker bij de hand hier. Serieus, jongens. Ventje. Nou, spiegel maar even inklappen. Ja, is oké, ook parkeren natuurlijk. Zo, nou, maar even een boterhammetje maken. Nou, die verplichte onzin er ook weer op staan. Nou zijn we natuurlijk weer helemaal fris en fruitig. Dus hier vandaan nog 2 uurtjes naar Nikkelsdorf, naar de grens Hongarije. Dus dat, dan moet ik toch even stoppen voor de tol. Want hij is niet geactiveerd op mijn tolkast Hongarije, dus ik heb al even gebeld naar dat bedrijf. Ja, die zei ja, we activeren wel even, maar ja, dus dat zal waarschijnlijk wel gewoon een kaartje kopen worden aan de grens, dus dat moet ik even op Nikkelsdorf doen. Dus nog 2 uurtjes, 160 kilometer. Nou, het is opgehouden met zachtjes regenen. Beetje troosteloos zo. Inmiddels bij St. Polten. Budapest, rechtsaf.
bijna weer boven. Nou, de haven van Hongarije maar aanhouden, denk ik. Bratislava, Budapest, Praag, rechtdoorheen. Okay. Remote. Nou, dat is echt ongezellig buiten zo. Hè? Dat deed die ruitenwissers aan te kijken. Die zijn we aan de grens. Zoals jullie zien is het nog steeds regenachtig. Ik denk dat het ook niet meer ophoudt vandaag. Zo, nou dat is de grens. Tenminste, net voor de grens. Even kijken. Goed is, moet ik hier net naar de pomp eraf. Parking, ja. Dan gaan we het oude douaneterrein op. Plek genoeg hier dan. Een beetje vooraan parkeren, anders moet ik nog door de regen lopen ook. Nou, dan ga ik eens even binnen kijken. Voor het tolkastje. Zo, even tolticket gehaald. Dus tot aan de klant is het betaald nu. En dan moet je op. Dan mag je niet meer van de route afwijken, zeg maar. Dus. Ja, nou rijden we zo weer op. En dan draaien we zo weer de autobaan op naar Hongarije. Welkom in Hongarije. Weer voor mijn kander.
Oh, je wilt het laatste schopje doen. Even controleplaats hier voor de wegen, voor de wegenbrug. Maar ik mocht rechtdoor, dus daar zit ik goed, hè. Kilometer naar de ring Boedapest. Drie kwartier helemaal weer. Kleine drie kwartier. We zitten nu op de ring Boedapest. Dus eventjes, even de ring rond. Ik denk dat we zo nog een buitje krijgen, gok ik. Het ziet er wel heel donker uit dit. Even een beetje druk, hier zie je zo. Kijk, moet er allemaal even voor, hè. Nog 22 kilometer, dan gaan we de M31 op. Ja. Richting het oosten weer. Weer de M31 op richting Oekraïne en Slowakije en Roemenië. Ik ken alle kanten op. Gaan we hier weer de M3 op. Rechts aanhouden. Als je hier weer naar links zou gaan, dan ga je in principe weer naar de Boedapest stad. Dus dan gaan wij rechtsaf. Het is 4:30, hè. Het is maar een partij donker hier. Zo, nog 30 kilometer hebben we een pomp. Ik zit nu aan 9,5 rijuur. Ja, omdat ik die tolticket gekocht heb, ken ik er niet vanaf, zeg maar. Ik ken niet van de autoroute af. Nou zit hier ook voor de rest niks in de buurt, hoor. Even op Truckfly gekeken. Er zitten ook geen restaurantjes of zo. Dus we stoppen wel gewoon langs de autobaan en dan doen we morgenochtend even stiekem de laatste 100 kilometer. Dan sta ik in ieder geval bij de fabriek. Dus misschien als ze me morgen al lossen, maar ja, het is een feestdag. Ja, en anders wordt het donderdagochtend. Maar ja, dan sta ik er hier allemaal maar vast. Nou, het is 5:00. Zoals je ziet, pikken donker. We zitten nu al 9:45. Dus ja, maar hier maar eens kijken of we een plekje hebben. En morgenochtend om 5:30 weer rijden of zo. Is het nog een beetje donker, hè? Even kijken. Mooi plekje voor mij. Nee? Lampje check. Kom, Johnnetje.
Nou, helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 1 november, woensdag. Ik ben inmiddels al een kwartiertje weer aan het rijden. Zoals je ziet wordt het alweer mooi schemerig, zonopkomst. Dus ja, nog 80 kilometer de klant. Officieel is het rijverbod, maar het is ook wel heel rustig op de straat. Dus ja, we gaan het even meemaken. Het is een grote fabriek als het goed is waar ik me lossen. Dus misschien zijn ze wel gewoon aanwezig. En ja, en anders dan moeten we blijven staan tot morgenochtend. Hij staat er ook op voor morgenochtend te lossen. Maar... Dus ja, we gaan het zien. We rijden hier zo af richting Miskolts. Dat is ook tevens de weg naar Slowakije. Ja. Maar dat stukje Slowakije is niet zo heel breed. Dus als je daar weer rechtdoor rijdt, dan rij je zo Polen weer in aan de onderkant. Zo ver is het allemaal niet. En als je hier rechtdoor gaat, dan ga je richting Oekraïne. En als je dan richting Debrecen weer gaat, dan ga je weer richting Roemenië. Het is 6:10. Lekker licht al. Dan ben je weer in het oosten. Ja. En lekker rustig op baantje. Hier zo eraf. Miskolts Noord. Aanhouden. De 26 op. Ja. Ja. Snelwegen zijn mooi hier zo in Hongarije, maar binnendoor dan laat het wel eens een beetje de wens over. Linksaf. Deze weg uitrijden 4 kilometer, dan moet je tegen de fabriek aanrijden, dus ik ben benieuwd. Nou, gaan we eens even kijken bij de portier of het nog kan vandaag. Ja, vrije dag. Ja, het is allerheilige vandaag, maar ik weet niet of die fabriek zelf gewoon werkt. Misschien zeggen ze wel, nou kom maar, als je er nou toch bent. Maar ik ben bang weer niet hoor. Nou jongens, ik heb geluk. Ik mag gewoon naar binnen. Dus gaat hem even, nou ja even, het schijnt hier heel lang te duren. Dus, maar goed, het maakt niet uit. Het is toch een vrije dag vandaag. Dus als ik leeg kom, is het al prima. Dus ik ga het even hobbyen. Gisterochtend om 7 uur was ik in de gat bij die fabriek.
Alleen mijn ordernummer, die hadden ze niet in het systeem gezet. En met dat ordernummer, daar doen ze mee lossen, zeg maar. Dus daar kunnen ze de analyse van die vracht mee doen. En daar wordt alles mee in werking gezet. Maar ja, die hadden ze niet in het systeem gezet, dus ze konden niks. Ja, ze konden ook niet bellen, want het was gisteren een vrije dag natuurlijk. Dus ja, die mensen van kantoor waren gewoon thuis. Dus ja, er kon ook niemand wat in het systeem zetten. Dus ja, ik heb geloof ik bijna 30, 32 uur op de losplaats gestaan. Mocht wel blijven staan van die morgen. Gewoon lekker douchen en naar het toilet, dus dat was allemaal wel geregeld. Eten ook bij me, dus dat scheelt. Dus ja. Dus toen was ik vanmiddag pas om kwart over drie was ik leeg. Dus ja, nou, dan moet je nog zo'n tolticket kopen. Dus dan kon ik weer in Miss Kools in het dorp doen, bij Shell. Ja, even spoelen in Boedapest. Dus ja, dan moet je die tolticket weer op Boedapest zetten. En dan van Boedapest weer naar Nikkelsdorf, naar de grens. Dus ja, ook allemaal weer even geregeld. Dus ja. Leukste vrije dag ertussen. Wat een ellende, joh. Maar ja, goed. Ach, anders ga ik ook mijn kattenkwaad uithalen. Hè? Dus ja, zo was mijn dag gisteren een beetje en vandaag ook trouwens, want vanmorgen om 7 uur mijn bed uit, of 7:15. 7 uur mijn eigen weer even gemeld in het kantoortje. Ja, rij nog 3:15 pas weg, dus wauw, doe maar. We zijn nou hier wel weer onderweg. En dan morgenmiddag, avond, leg eraan hoe het loopt, een Memmingen laden voor Vlaardingen. Dus ja, dan zijn we zaterdagmiddag, halverwege de middag thuis, denk ik. Dan hebben we eigenlijk wel een leuk rondje gehad. Maar ja, alleen jammer van die vrije dag. Ja, het is niet anders. Brandstofniveau laag. Ja, we staan even in de file. 26 minuten vertraging. Ja, ik kan ook niet omrijden, want ik heb natuurlijk die tolticket. Dat is alleen maar voor deze weg. Dus als ik eraf schiet en ze staan te controleren, dan ga ik daar weer nat. En dat doen ze hoor, want dan staan allemaal die autootjes langs de weg. Die staan allemaal dat tol te controleren. Dus, maar die staan ook gewoon op binnen doorwegen. Dus ja, er zit niks anders op. Dus 10 kilometer. Ja, half uur vertraging. Nee. En het is nog maar 3 minuten voor 5, hè. Achter me is het al donker, want we rijden natuurlijk nu richting het westen. Dus vandaar dat je nog een beetje licht ziet aan de horizon. Maar achter me is het al helemaal door pikken donker. Dat is het oosten natuurlijk. Ja, dat is bizar. Heel vroeg donker hier aan deze kant. Maar 's ochtends is het ook weer vroeg licht. Zo, net al even gespoeld. Ik was even vergeten te filmen. Want het gaat hier zo snel. Het kwam aan en gelijk bam bam. Dus alles dik voor elkaar. Kijk. Dus gewoon. Als het goed is, is die lekker op temperatuur. Ah, 60. Nou, mooi. Dan gaan we even het laatste stukje doen naar de grens. Zo, hier draaien we de ring Boedapest weer op. De M0. Ah, dat Aquina, dat ging snel. Ik ben nog geen 35 minuten daar geweest. Dat is een goudzaakje. Het zit aan de onderkant van Boedapest. Ja, aanradertje.
goed half uur naar de grens. We gaan er hier even af, net voor de grens. Dan heb je een bewaakte parking. Even kijken of, of ik daar plek heb. Het is nu 9:55. Je mag in principe zonder geluidspakket mag je na 10 uur niet meer in Oostenrijk rijden. Dus ja, even kijken hier zo bij de betaalde parking. Blijf daar maar even staan, gaan we morgenochtend om 7 uur weer verder. Genoeg hier. Ja, moet je wel even betalen, hè? Nou, we gaan hem niet tussen de frigo's zetten natuurlijk. Even kijken. Wow. Blijkt genoeg, joh. Genoeg. Hey, staan de twee van Jan de Bakker. Zo, nou, ik vind het mooi geweest. Welterusten en tot morgen. Hele goede morgen. We hebben heerlijk staan slapen hier. Het is nou alleen weer een beetje slecht weer. Maar... Dus we gaan er weer aan beginnen vandaag. Even net 12 euro betaald. Lekker hoor. 9 uurtjes stilstaan, 12 euro'tjes betalen. Maar ja goed, we stonden veilig achter het hek. Zal ik maar zeggen. Af richting de grens. Linksaf naar Wenen. De ring Ween op richting Sint-Polten en Lins. We gaan zo even nog op een pension zoeken. Tenminste zoeken. Ik heb een tipje gehad van Nico. Dus we daar even denken. Ja, anders komen we niet thuis, hè. Oh, even beuren moppen. Dat is de tolkast. Dat er weer allemaal
centjes van de rekening af. De volgende overrit er even af, gaan we even tanken. Diesel, €1,80. Ja. Nu zat het allemaal weer. Hè? Zo, tankje weer gevuld. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar ik kan er weer wel thuis komen. Inmiddels bij Wels, Oostenrijk nog. Ik heb nog steeds niet opgehouden met regenen. Een goede bui geweest. Een buitje met stof, maar. Net voor de grens ben ik eraf gegaan. Net voor Suben, de Duitse grens. Dus dan schiet ik zo binnen door. Richting de 94, die loopt weer, dat is de autobaan die loopt naar München. Dus hier zo even binnen door gepriegel, bruggetje over. Dan rij je zo Duitsland weer in. Nou, dus de grensovergang. Over de kanaal heen. Dan rijden we zo Duitsland binnen. Controleportie hier zo. Staat daar een agent in dat hockey? Nou, even kijken. Staan we zat in het hockey? Maar ja, het regent. Nou, welkom in Duitsland. Dat is autobaan 94 richting München. Een klein uurtje, er zit wat de ring München. Zo, we zijn inmiddels op de ring München. Dus nu moeten we even heel de ring rond naar de andere kant. Dan gaan we daar richting Memmingen. En hier gaan we de ring München weer af, de 96 op. Memmingen staat al aangegeven. €30. Dan zijn we bij de klant om te laden. Memmingen, gaan we hier eraf. Het is 4:05, vrijdagmiddag. Mooi hè. Ze hebben me aangemeld. Dus de papieren liggen klaar, als het goed is. Dus even onder de pijp gooien, vol gooien en hop. Naar huis toe. Zo. Pijp hangt erin. Lekker aan het laden. We hebben nog even 760 kilometer naar huis toe. Ja.
Het zit er allemaal weer in. Nog 746 kilometer naar de zaak toe. Dan zijn we weer thuis. Ik kan nou nog 2 uurtjes doen. Dus ja, morgen de restantje met naar huis heen. Zo, eraf gegaan bij Kierigheim Untertek. Dat is een autohofje. Dat ik even eten en douchen, ja. Zo, even een hapje eten. Nou, wel te rusten. Een hele goede morgen. Zaterdag 4 november. Het is inmiddels 4:15. Om 4 uur vertrokken. Oh, kijk, deze man die moet er even op hier zo. Geef niet hoor. Ik ben om 4 uur vertrokken van Kierigheim Untertek. Als je naar nou Neffens toe kijkt. Hollander ook. En ja, we zitten daar bij vliegveld Stuttgart. Dus we zijn onderweg naar huis. 607 kilometer. Ja. Een bekende Bosch parkeergarage over de snelweg heen. Uit ga je naar Basel. Maar wij gaan rechts. Dan gaan we verderop. De 6 weer op. Langs Hockheim. En dan daar de 61 op en de 61. Die rijden we helemaal uit tot aan Venlo. Dan zijn we weer in Nederland. Zo snel kan het allemaal gaan. Staat hier al aangegeven. Hier draaien we de 6 op. De 61 op richting Koblenz. Hockheim hier, de Hockheimring. Even pauze te maken op Pephoven. Het is hier één grote chaosje. Al die lui die willen allemaal parkeren voor het weekend. Kijk, karretje. Hè. Rek je er mooi op. Kikken, hè? Ja, ben ik blij mee. Gaaf. Hij is een beetje vies. Laat ik even wassen. Het is onder de 80 graden.
zit. Ze willen allemaal een plekje hebben hier. Ik denk dat ze, als ik ga het over een paar minuten ga ik weg, maar zullen ze wel vechten om mijn plekje, denk ik. We zitten net voor Venlo. Als je hier eraf gaat, dan ga je naar de oude grens, naar Zwanhuis. We hebben nu een nieuwe rondweg. Ja, dan kun je gewoon zo rechtdoor vliegen. Dat is een stuk sneller dan vroeger. En we zijn weer in Nederland. Ja, welkom. We lopen Del, de A15, richting Gorinchem. Nog 40 kilometer zijn we op Alblasserdam. Lekker autootje wassen. Woehoe, wat nodig ook. Alblasserdam. Dus even kijken of de Wasstraat open is. Ik wil een sleutel om. Hop, hop. Zo, kijk. De jongens hebben me even geholpen. Die hebben de trailer al helemaal lekker gewassen. Dus daar ben ik erg blij mee. Trekkertje doe ik al zelf zonder. Doe ik altijd alleen met de washandschoen. Wat ga jij, Robert? Ja, hoor je. Je kwam opgezocht op Spotify en je bleef door aan je live. Ik dacht eigenlijk. Ja, toch? Zeg. Nou, heb je er een beeld bij je? Heerlijk. Nou, ga ik even verder, hè? Zo, karretje lekker schoon. Rondleiding, hè? Kijk, alles glim in. Tankje helemaal gewassen. Ach man, heerlijk. Ja hoor, helemaal goed. Alles bling bling. Nou, dat was het dan. Bijna 3500 kilometer deze week. Dat was een mooi reisje. Dus ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende keer.